Hans van Veghel, sinds vandaag vastgoed personality. Hoe voelt dat? Nou, dat is een hele opluchting, want ik heb dat tijdschrift klaar. Dat is een enorm klus geweest, want ik wilde het maken eigenlijk als een soort idee wat ik, zoals ik naar allerlei dingen kijk. En een enorm werk geweest, maar ik ben wel wat tevreden mee. Ja. Hans van Veghel is vooral gekend als vastgoedman en blijkt ineens een verlangen naar schoonheid te hebben. Gaat dat samen? Ik ben mijn hele leven bezig geweest met design, mijn eigen designgroep. Dus alle projecten worden in huis concept gemaakt. Ik geloof eigenlijk niet in geld, wil ik zo zeggen. Ik geloof dat geld nodig is om dingen te maken, maar niet om als eerste doel. En uiteindelijk gaat het erom om plekken te maken, openbare ruimte te maken, die mensen raken en die iets met ze doen, waar ze zich thuis voelen, wat eigenlijk het diepste van hun natuur raakt. En dat is elke keer anders natuurlijk. Maar daarom zie ik vaak die lijn, die verwantschap met kunst. Omdat kunst ook iets is, art is the eyes of the beholder, kun je zeggen. Dus op het moment dat je schilderij, we hebben hier Mark Rothko schilderij op de voorpagina. En een klein kind kijkt daarna. En dan ontstaat iets van op dat moment die verbinding. En ontwikkelen is uiteindelijk verbinden. Alles wat je doet is verbinden. Dus ik vind het zo mooi in deze tijd als je praat over nieuwe waarden. Het verlangen naar schoonheid is eigenlijk in iedereen aanwezig. Ja, maar wat zien wij terug in de projecten van Multi, in het zoeken naar de schoonheid? Nou, ik denk, daarom heb ik een pelgrimstocht gehouden, want Jeroen Smit, die de prooi geschreven had, is natuurlijk redelijk kritisch. Die zei, joh, ga je even een pelgrimstochtje houden langs je projecten, maar dan moet je kritische journalisme nemen. En toen hebben we eerst Hugo Brand Korsjes geprobeerd, nou, toen had ik uiteindelijk Frits Baren. Dan hebben we gezegd, jij kijkt wat er gebeurt. En toen zijn we naar een aantal projecten gaan kijken waarbij hij met mensen gepraat over dingen. Ja, ik vind, als je projecten die wij doen, die we gedaan hebben. Ik vind, Kalvertoren hebben we ook gedaan in Amsterdam trouwens. En de Koopgoot in Rotterdam. En we hebben natuurlijk Entredeur in Maastricht. Wat ik een heel mooi voorbeeld van deze tijd vind. Omdat het eigenlijk gaat het erom, het geheim van de kok is dat je denkt in straten en pleinen. En die worden gemaakt door gevels. Maar iedereen is gericht op het gebouw. En je moet gericht zijn op de openbare ruimte. En daar ben ik zelf altijd mee bezig.